Startgoal. Inderdaad, die waren uiteraard dan op een ronde misschien gezet, misschien twee rondes. Maar meedoen is belangrijker dan winnen. Dus moest er een team zou eens zijn die dan toch nog te laat hun startnummer komen afhalen. Die kunnen uiteraard nog starten. We rijden hier om heel veel geld in te zamelen. En vorig jaar was dat bedrag 15.000 euro. Heel veel geld in Posse medeleiding. Met Hans Molen, dacht ik daar, die de start van de wedstrijd op zich nam. We houden allemaal zeker in de gaten. Vorig jaar vierde geëindigd. En ze komen de bocht toe. Thomas! En het is nummer 20 in de stoep. De bocht door Jim Matek en op stap 4 van 3 goals. En op stap 4 naar 3 goals. Tijd sterk in het zog, Windpouw. En dan sluiten ze allemaal aan. Poland, vorig jaar ook heel sterk. Het is de boter, onze aankrachtman, redend voor Elcontact, denk ik, dat het van komt. Ook een telkom poeterend door het veld en dan gaat er straks iets moeilijker bij als de dames van Thomas Poor. We zijn er ook weer bij. Het komt voor Kurt Beneens, team 1. Ja, onmiddellijk. Oud en het is nummer 20, de mannen van de stoep. Samen opgepost door Dematek. En op stap 4 naar 3 goals. Tijd sterk in het zog, Windpouw. En dan slaan ze allemaal op de poort. Vorig jaar ook heel sterk. Dries de Boter, onze aankrachtman, redden voor. Elcontact denk ik dat het goed komt. Ook de telkom voelt door het veld en dan gaat er straks iets moeilijker bij als de dames van Thomas Moor. We zijn er ook weer bij. Dat komt voor het Turks Beneens, team 1. En zo is bijna iedereen vertrokken, zodat we hier dadelijk onze doorgang kunnen opbouwen tot de chicane. Hier, ja. Die redt er niet uit. Apotheek van Oprui.
Open.be.
Mogelijke rechts, dus moest je iets voor hebben, kan je daar laten verzorgen. Ook zij weer aanwezig. Onze vrijwilligers van het Rode Kruis. Maar ondertussen, hier de mannen van Roland. Aanleiding. Adikar. Adventure Team 1. En met daarachter Adeko, Wim voor Joet. En op de plaats 3, Kaasrikoos. Zijn er altijd bij hier. En hier Dries de Koter, momenteel knap bezig, vierde plaats. Dat belooft onze jonge atleet uit Geel. Heeft al enkele sterke wedstrijden gereden dit jaar. Cash for fun. Plaats 6 op de Vondelhuis on Tour. Ook sterk bezig, Min Strelen. Op plaats 8 de Stoepers A. Plaats 9 dan Wimpel 1. Plaats 10. We zijn dat Jan Gevers bijten op plaats 11. Vrij rustige start. Van Groen van Eilen, Mastertop, maar die gaan nog wel opschuiven. Ja, die eerste ronde, dat doet altijd pijn. Nou, hier even op de adem komen. Hoe kan je niet snel doen, Sikaas? Dus. Belangrijk op dit parcours, goed groepen uitzoeken in het wielplakje en mee Japke van ook KBC Private Banking. Telkom MTB, feel free in het team. Met Gert Koenkart. Dat is nog binnen top 20. Zo, de ELC drivers helemaal in het zwart. En een carrosserie Koos. Hier maar liefst drie teams aanwezig. Er worden bij regelmatige tijdstippen tussenstanden doorgegeven en dat is op het scherm te volgen in de sport. Uiteraard nog niet na één ronde. Nummer 12 heeft zijn nummertje al kwijt en dat is Ed Mark Mastentop. Dus even doorgeven hier aan de tijdsregistratie nummer 12. Ja, dat kan wel eens voor problemen zorgen. Dus, Janneke is er ook een je blijft lachen. Waar blijf je lachen? We ronden nog 3 nog en dan is dat gedaan. Jan redt voor Lediko de Trappers. Kinderen, de wind. Wind voor Duke Short aan. Ja, dat lijkt precies of dat er meer dan 100 starters zijn die blijven maar komen. En wie is onze eerste dame zien passeren of hebben we er al een paar gemist? Het is in ieder geval van het team Kurt Bedeens. De Joskes zijn er weer bij. En zo gaat dat hier 4 uur aan een stuk. Ja.
Bernhard. Rond de tafel van Geel, die andere service club net doorgekomen. Ja, en hier toch nog hier de sfeer tot een climax kunnen brengen. Ze gaan vanaf een uur of... Ja, dat is wel.
Goed bezig. Dat is er
Yo. Passeert hier weer al. Dat ongeveer vijf rondjes op en neer worden gereden. Oh, hier Dries de Polder. Die is hier al opgeschoven naar plaats 3 en die pakt die schaar. Ook dan met de shirt van de carrosserie Kools aan. Just for fun. Maar als je hier plaats 4 rijdt, dan ga je niet voor just for fun. Ook dat fotohuis om toe. Voor plaats 5 en dan hebben we daar een heel pelotonnetje. En dan duikt hij daar terug het veld in. Dat steek in het hoofd moet maken. Erdoor vlammen en Velo Afrik team hier. Ik hoop dat het ook zo doen. Carrosserie Kools 3. Nog weinig token te bespoor. Bespeuren bij deze andere aan te komen. Van KBC Private Banking. Welkom proces 2. De Daltons. Ja, die waren ook met 4 en ze hebben de langste op kop gezet. Van Dessel Insurance Brokers Jong. En worden hier aangemoedigd. Ook RBR Geel in het rode shirt. En het Thomas Spoorteam. De dames die vorig jaar al op het podium stonden. Richting. Ja.
standje en rijdend voor hun eigen goede doel. Want winnen, dat zijn er meestal maar een paar. Het zat helemaal eens een eentje door de chicane. En even het veld in en dan terug uit zand opzoeken. Wat te denken van onze dames hier aanwezig van de Waaiburg. Ook uitkomen voor hun team. Even overleggen, ZKW 2. Ja, die kent je. Die hele grote. Ja,
Sporting. De dames die vorig jaar al op de platform gestopt is. Richting de ronde 3.
opzetten en laten gaan. Ja, dat heb ik er toch al een keer veel meegenomen bij de fiets. Ah, dat is goed. Oké. Gaan we een rondje bij doen. Gaan we. Moet kunnen. Hier de SOS Geenendijk. Hun team en passage ondertussen hier van het KWB Sinnemans A aan de leiding en loopt een beetje uit. Op plaats 2 is dat. We hebben hier een nummer 32 gevonden, ploeg. Vroeger gooiden ze met drinkbussen, tegenwoordig gooien ze met plaatjes. Voilà, en jullie kunnen terug door. Hier is onze derde man wedstrijd. Adecco, win for you, onze jongen, Dries de Potter. Die kloof op de eerste twee wordt wel iets groter, maar toch plaats 5. 7 Donkse Rakkers. En ondertussen zijn onze Larupse vrienden zich al aan het warm blazen. Kijk van INS, sterk bezig, onze dames. Op een rondje gezet, maar maakt niet uit. De Petrel op kop, daarvan een drietal. Van de rijder. Die momenteel bezig is over te nemen en je kan dat zo dan op je stoel klikken. Het Adventure Team. En dan weten ze al heel snel dat je daar goed zit dan in dat wiel. De buren hier. Onze Steve. Die gaan we straks nog wel eens terugzien. Steve, nog een paar rondjes, hè? Ook een groep van Ella Masten top. Ja, en er zit er al heel wat gedoemelde bij, dus het wordt moeilijk om hier de stand bij te houden. Maar we hebben hier tijdsregistratie en die gaan bij gepaste tijden de tussenstand doorgeven. Ik ga jullie die ook brieven, maar je kan die ook zal plaatsvinden. Ook met als afsluiter DJ Sleffer met de afterparty. Voor de kids die al genoeg. Ja, aan de leiding. Links over. En dan hoort een beetje uit. Op MTB Feel Free, 5, 5, 10. Op plaats 2 is dat. We hebben hier een nummer. Zeg dan maar, ik denk dat het. Hallo, joh. Zeg wel de koers.
Ondertussen zijn onze Waardense vrienden zich allemaal een warm blazen. Rondje gezet, maar maakt niet uit. Barza, Owen van GETC met de betrouwde kop, daarvan een drietal. Dus voor onze renners die van plan zijn om te wisselen, zie je een clever wagen staan van het Adventure Team. Met Renata Rakova. Nee, we hebben een volgondertje. En eigenlijk daar Esnivorits, wil dan van Romantje wel gaan. Ja, even op de kant hebben, zorg dat je daar groep je niet is. Want om die rechterstukken die eraan komen, staat toch redelijk wel goed. Dadelijk op de bal, wit op de top. En dan weten ze goed. Groep van Stiegel. Ook een groep van Nederland was het top. De Tormans Bikers. Ja, en er zitten al heel wat genoegen bij. Dus het wordt ja wat doorgeven. Ik ga jullie niet opbrieven, maar je gaat die ook terugvinden achteraan in de sportbal op het grote scherm. Waar straks de inzendingen. We kunnen even gaan uitjumpen op het springkasteel dat daar staat. En ondertussen gaan papa of mama een pintje gaan drinken aan de tocht. Ja! Dat klinkt goed. Ondertussen even de top 30 overwinning in de Raptee. Toen was het de hoofdplaats 30. Stormans Bikers 29, Groep van Elle 28, Welkomgroep 16, 27 de Boeren, 26 SD Works, 25 de Stompers. 24 de Iverwold Trappers. Hey, Estien. Ondertussen vindt u zich Roland hier gepasseerd. Ah, dat ziet er goed uit. Het zal rap allemaal doorheen hangen. Ja, ja. Tweede. Hey. Yep.
En dat is de leiders. 19e Rimmewind, 20 Faces. 18e de machinewerk, Vastenstop. 17 Aanzet Geel, 16 ZKW3, 15 Wilders Bikers. De volgende kop op de hek van de Wilders Bikers. Vandaag wel adres graag, Wilders Bikers. 14 Forza Orange Power by GEC. 13 Telco Ventimeter 3, 12 Hugo 2, 11 Cheval de Tour. En dan komen we de top 10 en dat is dan 10 de WTC Perron. Hij is Valkuurs. Dit is de 7 Dokter Rakkerstien. Voor Perron kan er hier zijn. Op plaats 4 de Carlos Nikos en de top 3. Adico Win for Huge. 2 MTB, 4-3 Telco. Plaats 1. Dit is in Holland, waar Verschavië hier in dat rijtje Kerasnikos trekt aan het stoel. Met ook Lindico-trappers erbij. En de 7 doksen Rapper Rakker. 9,5 minuut, heel goed. Voor de dat moet je gaan 8. En Kerasnikos nog steeds op die 9e plaats. Aanleiding in de categorie 40-50, de Spelstriekels 2. Op plaats 2 daar de Zender Momentum, race van divisie 1. Daar achter dus. Koers hier op de rond van Spaans. Onderwaai door. Onze heel afrik ladies doen het heel goed. Nu komt dan dat treintje aan met de veranderde GTC. Nu aanleiding Kalkop en de Virgil 3. De Londen Spikers. Nog twee ronden, zegt ZKW of één rondje. Ja, we zijn onderweg 47 minuten. De Dirty Faces. Dat valt allemaal nog best mee. Dus zoveel slechts aan het doen liggen. En we maken eens. Ja, die komen straks alles opruimen, hebben ze daar net gezegd. Ja. En Mark Vastenstop. Ja. Vorig jaar ook aanwezig. Cor Wintermans, zaakvoerder van de Enmarkt. Een fervente fietser. Dat is. De Bos Bergers. Die had ik nog niet genoemd vandaag, denk ik. Je moet het niet volgende keer trouwens kunnen overleven daar in het veld. Van Roei Kompe, Kempen,
Goedemiddag. Hoi. Dus wordt er hier al vroeg gewisseld bij ook andere teams. Zo, we gaan zien hoe ze het hebben, zodat onze alarms er ondermijden worden. Dus haal die zin even op de bomen, hier zijn onze ondermijden, vrienden uit Laren. Ja,
En het is Kemmel van Ende die daar heel sterk ding in gaat. Ondertussen al een hele drie aan het krijgen. Ja, zo lang dan net. En dan zie je wat er nog even is. En hier zijn ze. Maximus van de Vintage in Rijland. Op haar plaats 2. Heel goed bezig. Want er was niemand te zien. Ja, er zijn er 7 dansen langs die op de laatste 3 komen. En die rekenen naar die van de WTC Nederland. Daar straks nog alles bij elkaar groepje met onder andere ook de Kelsey Goals en Adek en Winkel Jut. Maar nu helemaal aan elkaar gestapt. Een wissel dus voor Adek en Winkel Jut. Ook gewisseld. Door ze rennen hoog maar. Hij moet nog een hele rond worden. Zo moet ik nog niet moeten afgeven. Ook nog in running voor wat de volgende naar de recadrie. Dus de pet is aanwezig. Ondertussen de hier passage ook aan welkom met de vier, feel free. Dat is heel netjes in die top 15. Zelf op de mountainbike ingeschreven met haar groepspraktijk. We gaan de sneer. Gaat komen voor het volgende horizontal. Hij gaat dit jaar, maar je weet het eigenlijk nog niet, de 160 km paard. Dus het volgende horizontal. De ideale partner. Juri Mathieu. Citroën. Van welke team is dat, Ivo? Dat zijn 10 de sprinters die moeten dus wisselen. De nummer in de zak van achter steken. Dus stel dat je een rustzak of zoiets bent. Gewoon van achter in de koersstraatje, dat kan natuurlijk ook. Hop, draadje weggooien daar. En dan allemaal de kajakrossers. Ja, die zijn andere temperaturen dan en al die windstroom gewisseld. Zoals deze bank. Dat wil zeggen dat we meteen al wat rust hebben. Ja, we zijn hier een team aan het rijden. Dus de rust voor
doorgevoerd. Ook de Duitsland. Normaal tweede renner moet iets sneller zijn als de eerste renner bij de dag. Even het analytics hier over te praten van de Zichtop. 85e plaats, Bakkia, Franse rijder wordt goed ondertussen bij de laatste wedstrijd, Wissel. Ja, belangrijke situatie, wat gaat dat geven? De man van MTB Fuel Free, ruim aan de leiding. Er zijn een paar sterke gasten daar straks aan wisselen geweest. Dus er zijn nog maar een uurtje weg. Wat kan er van alles gebeuren? Thank you.
Tegen die lastig mag je erover, dat wil je niet verwachten. Dat wil je niet verwachten.
Vandaag hier met de testbikes. Ondertussen met het parlement, de Alkorten, maar nog steeds aan de lijn. Wat moet ik dan ook doen op zoeken? Deze? Zal deze? Trek. Deze? Ja. Ja, echt weg. Pas op. Links en dan naar rechts op. Naar links. Naar links en dan doen we. Thank you.
Aan de spitse plaats 3, heel goed bezig. Hij is nog een goal van, hij heeft hem op de huur. En dat is die pakt ook tijd terug op de lijn van de wedstrijd. Dus nu momenteel ongeveer 20 minuten aan het rijden. Dus, massage. Dan ben je zien. Dus je staat er even klaar te wachten om. Ja, Winterswee Holland. Niet snel te zeggen, maar niet nog groetjes. Mark Simons. Ik denk dat we een randje nog twee. En dan gaan we heel goed. Achterstand op de top van de wedstrijd is dat momenteel 5 minuten. Dit jaar heel hard gereden, vorig jaar zaterdag proberen een kleine 10 teams te kunnen dezelfde ronde. Ik denk dat we dat dit jaar niet gaan halen. Ik zou zeggen dat de coronatijd goed afgelopen is. Thank you.
Dank u. Abolympics hier vandaag zelf in actie, rennen voor hun goede doel. En hun plan is om heel veel centjes in te gaan, zodat onze mensen met een verstandelijk. Ze zouden graag nog enkele fietsen bijkopen, ook zeker zorgen dat de sport voor die mensen betaalbaar blijft. Dat is hun plan om hier vandaag alles op alles te zetten. En heel veel geld inzamelen voor Abolympics. Veel zodat ze samen kunnen sporten. 9,27. Dus wie gaat er sneller dan 9,27? Dadelijk een mannetje in de strijd gooien. En alles op alles zetten voor die snelste kunnen bereiken. Welke vrienden was dat prachtig? Hello.
rondje 9.37 voor de Dalton. Dus hij heeft daar alles op die eerste ronde gezet. Ik ben terug. Ja. Denk ik kom. Ik kom daar zeker. Wat? Volgend jaar weer mee, hè? Wie weet. Dat is voor RMR Geel. Volgende week voor Eigen Hoorn. Maar goed, ik ben ook bij de Rommelsjoer. En dat is een de
Nog een paar rondjes en de broes is voorbij. Yeah.
kan kempen. Dus een doelwaar hiervoor wordt gereden. Je kan zo'n stoting opstellen naar een maatschappelijk plek. De volledige organisatie Overkamp stoot op vrijwilligers die daarna gaan stappen. En hier is weer de passage van onze leidende wedstrijd. Ja, ja. Achterstand is in de groep.
Jan krijgen. Geloof ik wel nog, denk ik. Wel? Het komt om het restaurant. Oei, oei. Dat is groot, man. Oh, ik vind het hard te vaak. Oh, ja. Het is beter dan binnen, denk ik.
Kijk zo. Ik ga eerst tanken. Ik ga nog 3 toeren doen, denk ik. Oh. En hier is het Alphonse. Nog steeds goed dat het mensen van plaats 9 op te komen naar de plaats 8. Die gaan voor de top 6.